Obe krijgt een allermachtigst mooie tribune. Die wordt vanzelfs makken in Friesland. Zo worden de onderdelen freest op het Jereveen bij CNC Freeswerk. De ontwikkeling van de tribune is die in Wiedmarsum bij Gerco Tribunes. De ideeën van de architect zijn hier omzet naar een computermodel. Dit is eigenlijk een van de eerste tekeningen die wij maken hebben. Bij Gerco maakt we eigenlijk de vertaling van het plaatsje. Ik weet niet of het Sasjink is. Ja, de uitstraling en de vormen, die betekent de architect, dat moet het worden. En wij proberen daar een zo efficiënt mogelijke constructie van te maken. Daarbij wordt gewerkt met alle Ger partijen. Architect Powerhouse, Haatoornemer Lont en CNC Freeswerk. Wichtig hierbij is de BIM. Building Information Modeling. Wat zei ze nou? Bouwinformatiemodel. In de 3D bouwelementen zit al je informatie in. Wat is het materiaal, sterkte, kleur. Neem het allemaal op. Dat kist al je in een 3D tekening verwerken in Burg. De tekening ging het daarna dus naar het Jereveen. Daar worden de houten onderdelen dat op de 10 mm correct uitvreesd. Minder dan 0,1 mm moet de tolerantie zijn. Dat is wichtig, want uiteindelijk wordt het één groot bouwpakket. Ja. Het pakket van de tribune komt binnen een paar weken bij Obe aan. En als het goed is, dan kan ze het er zo in op zetten. De antwoord gaat dan het lekker simpel als een concert van Nike. Ja, haast al ja. Dan bouwtjes erbij zetten. Ja.